Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt, wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Ze hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Dit kost extra tijd en vraagt veel energie. Veel mensen met autisme zijn hierdoor ook over- of ondergevoelig voor bepaalde prikkels. Hey, hallo, hoe gaat het met je? Bijvoorbeeld voor geluid of fysieke aanraking. Zij kunnen daardoor op een manier reageren die voor een buitenstaander onbegrijpelijk is. Er zijn verschillende vormen van autisme. De meest voorkomende zijn klassiek autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS. Als gevolg van hun andere manier van het verwerken van informatie hebben mensen met autisme moeite met communicatie, sociale interactie en voorstellingsvermogen. Wat betekent dit in de praktijk? Mensen met autisme nemen informatie vaak letterlijk en hebben problemen met het begrijpen van indirecte, non-verbale communicatie, zoals in gezegden, gebaren of gezichtsexpressies. Hierdoor kan verwarring en miscommunicatie ontstaan. Mensen met autisme vinden het lastig om contacten met anderen te hebben, doordat ze zich moeilijk kunnen inleven in de gedachtenwereld en de bedoelingen van een ander. Hierdoor ontbreekt wederkerigheid en verloopt contact soms moeizaam. Halt, politie! Het voorstellingsvermogen is niet goed ontwikkeld bij mensen met autisme, waardoor ze het niet makkelijk vinden om zich een realistische voorstelling te maken van zaken die niet in het hier en nu aanwezig zijn. Oorzaak en gevolg zijn voor hen vaak moeilijk in te schatten. Bovendien hebben ze hierdoor vaak moeite met plannen en organiseren. Dit uit zich soms in rigide gedrag. Eenmaal aangeleerde en bekende regels worden vastgehouden. Dit geeft hen een gevoel van structuur, veiligheid en houvast. Bij sommigen kan een lichte afwijking van de routine of onbekendheid van een situatie leiden tot paniek. Mensen met autisme richten zich vaak op een enkel detail. Hé, je mol! En hebben een opvallend beperkt repertoire van interesses en activiteiten. Heeft u een vermoeden van autisme? Vraag altijd naar de Autipas. Daarop staat hoe je autisme herkent. Met bovendien tips en adviezen hoe je in gesprek kan gaan met iemand met autisme.